En de service gaat over. En de stand is 16. Goed van Kyung dat hij deze rally wist te winnen. Great battler. He's got to keep going to the end. Only 4 points adrift. 6-10. 4 punten verschil. 10-6. Beetje ongelukkig voor Kyung. Service gaat over. Yang gaat serveren met een 10-6 voorsprong. Determined to keep the pressure on. Yang Yang houdt de druk erop. 11-6 now. 11-6. En net geslagen door Kyung. We zien u terug naar de break voor het vervolg van de tweede set tussen Yang en Kyung. Welkom terug bij badminton. De stand is 6-12 in het voordeel van Yang. En Fu Kok-jong zal gaan serveren. I imagine determined now not to make any mistakes in this set. Fu Kok back with the serve. 6-12. Kyung serveert. Prachtig geslagen korte shuttle van Yang Yang. Yang Yang. En de stand is 12-6 en Yang gaat serveren. Ik denk dat Kyung niet met rust zal komen in de wedstrijd. En dat de partij in twee sets afgelopen zal zijn. Maar er is natuurlijk nog altijd hoop. Hit at him. And hit hard down the sides. Spookock Kion faulted there for crossing the net. Read it extremely early. I don't think the shuttle came over. I think it's de stand is 13-6 geworden in het voordeel van Yang. Kwam niet over het net heen. Slag van Kyung. But now, Yang Yang just 2 points away from taking the 89-555 World Cup men's single. Yang is nog 2 punten verwijderd van de 89 World Cup. Vanuit Guangzhou. Yang Yang 14-6. 14-6. Matchpoint. Eerste matchpoint van deze wedstrijd. This will be revenge for his defeat by Fu Kok Kyung. De wraak van Yang Yang op het verlies in de halve finale in Hongkong in 89, toen hij in twee sets verloor met 15-7 en 15-13. Kyung stelt het in ieder geval nog even uit. 6-14 en hij gaat serveren. Maar hij staat wel erg ver achter om nog terug te komen. Uitgeslagen door Kyung en we krijgen het tweede matchpoint voor Yang Yang. De matchpoint nummer 2, 14-6. Eens kijken of Yang het uit kan maken. En dat is gelukt. Prachtig einde van deze schitterende partij. Tweede set, wereld nummer 1. Yang wint met 15-6 en bewijst weer eens waarom hij nummer 1 van de wereld is. Het Chinese publiek is natuurlijk erg enthousiast. Landgenoot wint deze World Cup. Eerste keer dat in China gehouden is. We gaan zo de ceremonie krijgen. De spelers transpireren natuurlijk behoorlijk. Enorm inspannende sport. Toch heeft Yang Yang wel wat wedstrijden verloren ook dit jaar. Halve finale werd hij uitgeschakeld in Hongkong Open.
took the World Championship, took hier zien we nog een keer het matchpoint wat gemaakt wordt door Yang Yang. Of wins. Krijg het uitreiken van de medailles. Nummer 1. So far, Keon Kos will keep 100% of his $4,200. And the players lead the rostrum. Had net in de rechterhoek en de stand is 3-4. 16 men started off in this invitation men's singles event in the World Cup. Zoals ik al zei, 16 heren hebben meegespeeld in dit toernooi in de World Cup. Total prize money in the men's singles event $45,500. Totaal $45,500 het prijzengeld voor dit toernooi. En de winnaar zal een check ontvangen van $8,000. Tweede plaats, $4,250. The first time the World Cup's been held in China. Het is de eerste keer dat de World Cup gehouden wordt in China. Several times in Kuala Lumpur and in Jakarta. Last year. Aantal keren in Jakarta en Kuala Lumpur en vorig jaar in Bangkok. En dit jaar dan voor het eerst. In wat makkelijker uitspreekt als Canton. Cheek point. Cheek in China heet dat Guangzhou. By Kukok Keong, straight error off serve. And he can't afford to do that too often. De dames hebben ook gespeeld, waaronder de twee Nederlandse dames, Eline Koenen en Astrid van der Knaap. Heeft net geslagen. En Yang really beginning to look staat op een voorsprong van 6-3. Het lijkt erop of Yang Yang de wedstrijd onder controle heeft. Hij staat met 1-0 voor. Kyung heeft natuurlijk een prima eerste set gespeeld, maar dan toch uiteindelijk nog verloren. Hij had het voor het afmaken met 14-10, maar heeft de set uiteindelijk toch nog met 17-14 verloren. En dat doet natuurlijk pijn. 7-3 voor Yang Yang. And if Yang Yang can take this title, it'll be his fourth major title of the year. Already collected the. Als Yang Yang deze titel wint, wordt het zijn vierde grote titel dit jaar. Also won the All England and the Japan Open. On All England and Japan Open. En werd wereldkampioen. Voor de tweede keer. If he can add the World Cup to his collection, it's gonna have been a great year so far. Uitgeslagen. Really Fukuk Jong. Put under tremendous pressure, of course, by the Chinaman. Enorme druk van Yang Yang. Stand 8-3. En prachtig, simpel afgemaakt door Yang Yang. So gaat nu heel snel.
Stand is 9-3. En ik vraag me af of Fouke Pjong nog terug kan komen in de wedstrijd. Jan heeft alles onder controle. Het ziet er goed uit wat hij doet. Maar hier heeft hij niet van terug. Nice anticipated there by Foucault. Goede anticipatie van Foucault. Saw Yang Yang shake to push it up to his forehand and moved early. So 3-9, he's really got a 3-9, hij moet nou wat gaan doen. Probeert van Yang Yang, maar hij wordt uitgeslagen en het is 4-9. That's one point, 4-9. Pakt hij toch een puntje weer? Foucault Jong, die als hobby's heeft zwemmen. The Lions lady is unsighted there. De discotheek met een bezoek vereren en is een enorm liefhebber van muziek. She didn't call it, but the umpire called it as in. 5-9. Yang Yang mag nog wel eens een potje schaken of een potje voetbal spelen en vindt snooker ook een heerlijke sport. Uitgeslagen. 6-9. Het aardig terug te komen. Foucault Jong. Kijken of hij deze lijn door kan zetten. Must make the most of it. Maar die is uit. De service gaat erover naar Yang Yang. De stand is 9-6. Enorme erelijst, Yang Yang. Honderd Scandinavian Open in 87, Indonesian Open in 87, Malaysian Open in 87, Australië in 88. Lovely. Een van de beste spelers ter wereld. Cross-court net shot from Yang Yang. 10-6. Goed geslagen bal van Yang Yang. Stand is 10-6. Prachtig gered door Yang Yang.